Bij Mart Visser is het altijd weer spannend, want Mart is echt zo'n specialist en hij werkt zo gedetailleerd dat het haar ook altijd echt tot in de puntjes verzorgd moet zijn. En dit keer gaan we voor niet iets messies of dressies, maar gewoon helemaal stijl. We hebben een hele grote uitdaging, want de catwalk is echt heel dicht op de mensen. En de spots die staan er echt, nou, ik denk iets van 30 centimeter boven. Jullie zullen straks verrassend zijn hoe de catwalk eruit ziet. En dat ook wel een beetje plaats geven waarom de make-up zo mooi, zo rustig en wel heel sprekend moet zijn. Maar natuurlijk wel heel erg mooi naar voren komt. Ik wilde de focus eens anders leggen. Na alle grote flashy shows die we allemaal gewend zijn op fashion weeks en noem maar op. Ik dacht, ik wil het eigenlijk weer terugbrengen naar een salonfee gevoel. Zoals vroeger in de haute couture salons in Amsterdam, bij Govers en bij Heijmans. En op die manier hoe dat het werd getoond. En ik wil terug naar die waarde. Dus dat je in een soort slow motion zo'n mevrouw ziet. Ze nog bijna een bordje moeten hebben met het nummer erop. Maar dat het dus heel rustig wordt getoond. Dat je het echt kan zien wat ik creëer, wat mijn ateliers maken. En dat wat hopelijk mijn cliëntel draagt. Focus. Ik was in november in New York en er was een hele mooie overzichtsentoonstelling van het oeuvre van Willem de Koning. Prachtig werk, maar die man die had eigenlijk altijd een standaard ritme aan hoe hij werkt. En stond op de muur heel groot, echt zo prachtig. I have to change to stay the same. Ik moet veranderen om dezelfde te blijven. En het was zo'n kwastje dat ik dacht, weet je, nou, daar gaat het inderdaad om. Je hebt een kader, je hebt een signatuur, je hebt een handschrift. En iedere keer werk je dat weer verder uit. Mijn zwart-witte, mijn grafische. En hoe breng je dat weer verder voor jezelf? In tekening, maar ook in ontwikkeling als je aan het doorpassen bent op je model om uiteindelijk deze collectie te creëren. Dat waren mijn fases. Ik heb gewoon gekeken van, oké, hoe zie ik een zomersbeeld in stoffen en in kleuren? Hoe giet ik daar mijn signatuur overheen? En hoe ga ik dan verder bouwen met dingen die ik eerder heb gedaan? Dus het is niet terugkijken naar wat ik eerder heb gedaan. Nee, hoe kom ik verder met dat wat ik al kan? En dat is eigenlijk mijn uitdaging. Dus het is eigenlijk een show die heel erg dicht bij mezelf staat. Nou ja, ik vond hem geweldig. Ik vond überhaupt de opstelling heel lekker. Ja, Mart heeft al jaren gewoon die rechte catwalk. En dit was echt even nieuw en verfrissend. En ik vond vooral de avondjurken echt bijzonder mooi. Helemaal die hele mooie smalle lijfjes. Ik hou daarvan dat het lekker strak zit. Maar die stof was heel mooi zwaar. Waardoor die jurken heel mooi vielen. En ik vond het echt een plaatje. Nou, Mart is natuurlijk de meester van de moderne beleidingen. En dat maakt het natuurlijk heel spannend. Juist de combinatie van flowy met hele harde stoffen. Daar, ja, dat geeft die moderne lijn dan heel veel kracht. Ik vond het heel erg mooi. Ja, die zwart-witte corsetjurk. Ik hou heel van het over de top vrouwelijkheid. Lekker inrijgen tot ongeveer een 20 centimeter taille. Daar hou ik van. Ja, de mooiste was absoluut mijn laatste creatie. Was een hele mooie, lange, zwarte avondjurk. En daar zou ik zo in weg kunnen lopen. Wat Mart zijn kracht is, dat hij in staat is om stoffen te gebruiken die we al heel erg lang kennen. De voile, de organza's, de wollen, die kennen we allemaal heel erg lang. Maar hij verwerkt ze op een dusdanige manier, of hij gaat erin knippen, waardoor het eigen soort gevoel van iets anders krijgt. Dat vind ik heel erg gaaf. Maar dat is namelijk wel een stukje styling die veel couturiers missen. What your eyes meant to see.